Oh, yes. I read about you. Here you are. Can I touch that also? I'm going to touch this. Oh, fuck you! Zou ik bij jullie in de kraam even mijn introductie mogen opnemen? Heb je zelf ook tattoos? Nee. Nee. Ja. Ja, wat zou ik dan moeten nemen? Een anker of zo? Een anker? Een anker? Een anker? Waarom een anker dan? Ja, om je te ankeren. Ja, dus als ik een tattoo zou nemen, zou het een anker moeten zijn. En dat zou handig zijn om het hier te doen, want we zijn op de Tattoo in Inks beurs. In de stad Groningen. Wat? Ink and Cuts. Sorry, Inks in Cuts beurs. Nou, dat spreekt voor zich. Welke tattoo op uw lijf bent u meest trots op? Die van mijn kinderen. Ik zie zulke te gekke dingen gewoon. Te Chucky. Ja, die heeft mijn dochter zelf gezet. Heeft uw dochter die zelf gezet? Ja. Hoe oud is uw dochter dan? Nu 15. Die hebben ze zelf getekend. En die hebben ze erop gezet. Dus uw lijf is eigenlijk ook uw leven? Ja, als je goed in je vel zit, heb je leuke tattoos. Als je slecht in je vel, heb je wat duistere dingen. Een skulletje op je hand of wat. Dus. Ja, ga je die laten zetten op je rug nu? Nou. Dat is best wel een ding, hè man. Dat is super groot. Waarom? Omdat in mijn droom, ik hoor iemand zeggen, draag mijn kruis voor altijd. Ik dacht misschien is dat Jezus Christus. En vandaar. Dus nu laat je liefde aan God en Jezus zien door... Juist. Ja. Precies. Ja. Hoe lang gaat dit duren om dit te zetten? Ja, ik vrees iets van zes uurtjes, zeven uurtjes ongeveer. Jemig man, dan zit je hier dus zes of zeven uur in die stoel. Ja, maar voor Jezus, ik kan die pijn dragen, dat maakt niet helemaal uit. Voel je het echt zo van, jij neemt die pijn over van Jezus? Juist. Er zit een stukje Suriname zit erin verwerkt, mijn moeder. Dus dat heeft zeker een flinke betekenis. Je maakt iets mee en het kan misschien iets pijnlijks zijn, ja. Of je verliest iemand of weet ik wat. En de pijn die je dan voelt op dat moment als je die tattoo zet, dat geeft eigenlijk die pijn weer van wat je toen hebt meegemaakt. En daarna kan je het loslaten. Als ik dit doe, dan voel ik mijn moeder even. Dan denk ik aan haar en dan weet ik wat het waard is en wat het voor me betekent. Ja. Dus ja. Een beetje een zacht ei, hè, ik. Ja. Ja. En dan zie ik je allemaal rondlopen hier en ik vind het een beetje, gaat toch een beetje semi-gevaarlijker uit. Ja? Klopt dat? Zijn jullie dat ook of niet? Nou ja, misschien zien we er gevaarlijk uit, maar nee man, wij zijn ook net zo'n zachte ei als jij. Toch? Dat is heel goed, maar ik denk dat komt door het voordeel dat mensen hebben over mensen met tattoos of versiering op hun lichaam. Klopt, maar dan wordt dat tegenwoordig steeds minder. Ja. Vroeger was het een soort van een community apart, maar nu is het meer, weet je, dus hoe zeg je dat, het is meer toegankelijk voor iedereen, weet je. Dus je hebt gewoon bijna iedereen heeft nu tattoo, snap je? Oh yes, I read about you, here you are. Can I touch that also? I'm going to touch this. Fuck you! What is it? It's a silicone implant. Do you have it under the skin? He also have in everywhere. Yeah. Oh, like the old anchor, is it? Yeah, yeah. It's an anchor. Oh, so weird. Look at this one he have also. It feels a bit uncomfortable for me to look at it. Yeah, for you, yeah. But not for me. No. It's like the same for me. I look you like that and it's a little bit uncomfortable for me. Yeah. Look you like that, you come from like a fairy tale. Wow. Look at this. You like guys. It? Oh, here. Yeah. He have it also. En waarom eigenlijk? Dat is oft gevraagd worden, waarom, also so im Nachhinein kann ich das nicht sagen, also ich hatte angefangen, habe Spaß dran gehabt und dann ist das geworden. Ich habe einen ganz normalen Beruf, also ja? ich mache das eigentlich hier nur zum Spaß, also ich habe Informatik studiert und arbeite. So, was ist dein Beruf dann? Ich arbeite für große Telefongesellschaft in Deutschland. Doet het een beetje pijn of valt het mee? Ja, valt mee hoor.
Waarmee? Als je vrouw verlaat, dat is nog pijnlijker dan dit.